Goedendag, kijk naar de weersverwachting van Weerplaatsen.nl. We beginnen met de temperaturen van vandaag. Die liepen behoorlijk uiteen, van zo'n 20 graden aan zee tot 23 graden in het binnenland. 24 graden ook hier en daar. En het warmste plekje was het oosten van Groningen, in Nieuw-Beerta. Daar werd het zelfs 26 graden. Vrij normale temperaturen voor deze tijd van het jaar. Niet heel warm, maar zeker ook niet aan de frisse kant. Windje maakt het wel een klein beetje fris. De komende dagen komt er een soort van weersomslag. Het wordt niet al te dramatisch anders, maar het gaat toch vanaf vrijdagavond wel duidelijk wisselvalliger worden. En de temperaturen gaan ook naar beneden, die komen dan onder normaal te liggen. Het heeft allemaal te maken met een heel zwak lage drukgebiedje dat nu nog op de oceaan ligt. En de komende dagen trekt dat of via de Britse eilanden, of misschien wat dichter langs de Nederlandse kust, richting het noordoosten. En dat betekent dat het wisselvalliger gaat worden bij ons. Die koers maakt trouwens wel veel uit voor hoeveel regen er in de nacht van vrijdag op zaterdag gaat vallen. En ook hoe hard het zaterdag overdag gaat waaien. Maar goed, beide types horen bij wisselvallig weer. Laten we even naar de route kijken. Dan zien we dat het lage drukgebied vanavond dieper gaat worden. En dat hij dan morgen mogelijk via Ierland en de Britse eilanden dus richting de Noordzee gaat trekken. We zien dan ook het regengebied passeren. Vrijdag in de loop van de dag nog even wat zon. En dan vrijdagavond komt er weer meer regen aan. En dat zorgt dan voor een wisselvallige zaterdag. Hebben we vanavond nog niks mee te maken. Het is op de meeste plaatsen droog en er zijn zonnige perioden. Halverwege de avond is het 20 graden. Ik heb wel een druppeltje staan boven Texel en de kop van Noord-Holland. Dat heeft te maken met meer bewolking vanaf de Noordzee. En daar kan aan het einde van de avond inderdaad wat regen of motregen uitvallen. Maar die hoeveelheden zullen niet al te groot zijn. Ook komende nachten in het noorden misschien een spatje motregen. Maar het stelt allemaal weinig voor. De rest van het land blijft het droog. Minima tussen de 14 en 16 graden. En ook morgen overdag op de meeste plaatsen droog weer. De zon schijnt geregeld en vooral later op de dag lijkt het zelfs af en toe vrij zonnig even te worden. De kans op een buitje is wel aanwezig, maar dat is echt een lokaal spatterbuitje. Temperaturen fractie lager dan vandaag, 20 tot 23 graden. Maar de wind is ook iets minder sterk, meestal windkracht 3. En dat was dan morgen. Kijken we naar de vrijdag. Die begint droog en met van tijd tot tijd zon. Maar later op de dag zorgt dat lage drukgebied ervoor dat de bewolking gaat toenemen. En tegen of in de avond bereikt de eerste regen dan Zeeland. En in de avonduren breidt zich dat dan ook verder over het land uit. In de nacht naar zaterdag lokaal dus behoorlijk wat regen misschien. Zaterdag overdag hebben we dan te maken met een noordwestelijke wind. En die zorgt voor lagere temperaturen. Het wordt dan op diverse plaatsen niet eens meer 20 graden. Kunnen bovendien nog enkele buien vallen. Zondag ook enkele buien en ook dan temperaturen die tegen de 20 graden aan liggen. Dat houdt allemaal niet over dit weekend. Kijken we dan wat verder vooruit, nou, dan zien we de dip op zaterdag verschijnen. Maar we zien ook dat er eigenlijk amper herstel is de komende week. Pas de week daarna zien we het kwik weer heel langzaam oplopen misschien. Maar dat is nog heel ver weg en dat kan nog behoorlijk veranderen. Al met al kan de enige conclusie dus maar zijn dat we morgen nog even moeten genieten van het redelijke zomerweer. Geregeld zon en 20 tot 23 graden. De dagen daarna wordt het allemaal wat minder. Ik ben Michiel Severin van Weerplaza.nl.